Concentratie. Ja, concentratie. Concentratie. Denk je dat we vrij krijgen? Nee, ze vinden het steeds wel een invaller. Het zijn de stomste mensen die er zijn. Invallers. Nou, het is gewoon nog stommer. Ah, je hebt mij toch nog? Tobias en Seb spelen de hoofdrollen in de film Mees Kees. Ze zijn beste vrienden. Maar in het echt zijn Felix en Brent, zoals ze heten, ook goede vrienden geworden. Vandaag spelen ze een scène waarin ze het hebben over een nieuwe meester Kees. Hoog in hun eigen boomhut. Het is ook een hele gave boomhut. Dus, nou. Ja, want ik denk wel dat heel veel kinderen zo'n boomhut zouden willen hebben. Ik wil hem zelf ook wel. Ja, ik ook. Echt zo vet. Mees Kees gaat over een invalmeester die les komt geven in groep 6. Hij heeft alleen geen idee hoe hij dat moet doen. Wel heeft hij door dat een van zijn leerlingen, Tobias, het moeilijk heeft. Op allerlei gekke manieren helpt Mees Kees Tobias door hem bijvoorbeeld mee uit flipperen te nemen. Er zijn 6 boeken over Mees Kees. En de film Mees Kees gaat vooral over de eerste 3 delen. En vandaag is een extra spannende dag voor de jongens, want de schrijfster van de boeken, Mirjam Oldehave, komt kijken op de set. Maar ik ben heel blij met ze. Ja, ik weet niet wanneer ze acteren of wanneer het echt is. Zo goed spelen jullie. Ja. Dank u wel. Ja. Ja. Doe maar even zonder verrekijker en actie. Blijf je eten? Of hou je niet van doppertjes met zweetsokken? Glitter en glamour is het trouwens niet op de filmset. Het is best koud zo de hele dag buiten. En voordat de scène er helemaal goed op staat, moet hij vaak opnieuw. De ene keer is er iets mis met geluid, de andere keer dan valt de camera uit. Of zelf dan mis. Ja, want hebben jullie veel bloepers? Ja, ik al. Ja, en jij viel in de aarde en ik ben over de tafel gevallen. Ja. Ik moest op de fiets fietsen en dan hij echt erop. Alleen hij sprong er net vanaf, dus toen kwam er heel veel gewicht af en toen viel ik in het zand. Ja, die jongens zijn soms dus een beetje onhandig, net zoals Mees Kees in de film. Hij is trouwens dubbel blij met deze baan. Bij de eerste auditie zei ik al van, oh ja, ik wou eigenlijk zelf misschien of meester willen worden of acteur. En nu ben ik acteur die een meester speelt, dus dat is heel leuk. Hoe zal het straks zijn om jezelf in de bioscoop te zien? Oh, dat lijkt me echt te gek, dat lijkt me echt heel vet.